Heren, welkom. Bedankt, Koen. Ik weet dat jullie... Wat doe jij nou? Ik heb niet gegeten voor de opnames. Ik weet dat jullie tegenwoordig allebei de gym life leven. Gym is live, mensen. Bedenk het nou. Als jij niet gymt, leef je dan wel. Dus vandaag heb ik voor jullie een quizje bedacht over de gym life. Ah, maar dit is toch, dan is toch een quizje. Kijken wie van jullie twee weet alles. De beste gymmer is. We hebben dezelfde kennis. Mijn kennis is jouw kennis. Het is ook soms is er een gat in mijn kennis wat hij kan aanvullen en andersom. Ja, het is niet zo dat als ik jou iets fout zie doen, dat ik het dan niet corrigeer. En andersom. Daar zijn we toch gymmaten voor? Dat is het. Tuurlijk. Goed. Waarschijnlijk gaat het helemaal niet over gym life. Jawel, het gaat echt over gym life. Er zit altijd een addertje op het gras. Nee, er zit geen addertje op het gras, maar... Ik ken die quizjes van hem, die meestal rechter zee. Ik hoop gewoon niet dat jullie door de mand vallen. Dat zou vervelend zijn. Ik zal je melden. Ik heb om mezelf te motiveren in de gym heb ik altijd een mascotte meegenomen. Deze, om mij eraan te herinneren dat ik vroeger een spektiet was. Speklab. Dan krijgen we de allereerste vraag. Ja. Nee. Wat is de zwaarste bankdruk in Nederland door een Nederlandse sporter behaald? De 1RM hebben we het erover. Ja, we hebben het over 1RM? Ja. Ik heb 10 kilo gedaan. Maar jij zit in de buurt. Want inderdaad. Ik zit close. Hoe vaak gym je nu per week zelf? 7 keer. 7 keer. Maar ik doe nog 2 keer losse. Ik doe 2 keer cardio in het weekend. Ja, tel je dat mee? Nee, maar dus ik heb 5 keer in de week en 2 keer cardio in het weekend. Ja, dan ben ik altijd 7 wel. Ik tel wel mee hoor, cardio. Oké. Kan je het ook meestal mee. Laat maar zien. Nu heb jij 220 kilo. Ik heb 240 kilo. Zo. Sorry, maar we weten wel over praten. We zitten allemaal in dezelfde hoek. Maar jij bench dus 230 kilo. Ja. Ja, en jij inmiddels? 220, maar ik dacht dat ik het ook was. Ik heb mijn Insta-bio staan. Ja. Nee, het record is 312 kilo. Ah joh, ja. Is dat royalistic? Ja, het was royalistic inderdaad. Maar gefeliciteerd, jouw puntje. Ik heb een punt. Oké jongens, de volgende is een geluidsfragment. Oei. Dit is namelijk een bekend gymnummer. Wij gaan lekker groeien. Gym life is live, na. De vraag is, ik wil graag de titel van het nummer en de artiest. Komt ie. Ja, T-Pex of zo. Hoe heet die? Waarom zeg ik dat? Dit kennen jullie. Dit is jullie tune. Ja, maar de titel en artiest zou ik echt niet weten. Ja, ik heb dus van de week deze nog geript van YouTube. Oh! Omdat ik hem nodig had voor iets. Ja, dat is het. Hij is zo'n vies editortje wat dat nummer gebruikt. Ja. Ik heb dit nog nooit opgezocht. Hoe heb je dan geluisterd terwijl je aan het... Ik heb hem alleen in mijn hoofd zitten. Oh. Ik ga niet eens iets opschrijven. De titel is iets ja, wat jullie zijn. Oké. Laat maar zien. Onzeker. Ja, is het goed? Is het goed? Nee, onzeker over je lichaam. Nee, daarover niet. Okay. Dat weet ik wel dat het goed zit. Ik dacht dat het iets van Tevex of zo, of zoiets, met Alpha. Ik dacht, maar Omega zou het ook kunnen zijn. Het is Tevez met dubbel V en een Z, dat is fout. Ja, oh. mooi. En de titel is Insecure. Nee. Nee. De titel is Legend. Legend. Ja. De volgende vraag, in wat verander je vet wanneer je sport? Ze heeft heel veel vet, waar verander je dat in? Ja, dat is duidelijk. Ja, dat is duidelijk, ja. Milo, laat jij eerst maar zien wat je hebt. Spiermassa. wat heb jij? Ik heb aminoglycoallergeen en zo. Scheikundige naam heb ik erbij gezet. Het verandert in niks, want je verbrandt gewoon vet. Dus dan verandert het in lucht. Het verandert in helemaal niks en je bouwt gewoon spier los op. Maar vet wordt geen spier. Prima, heb ik het toch weer fout als je zo wil doen? Prima. Zo wil doen. Jongens, de volgende vraag is iets wat jullie vaak gebruiken. Wat is een 1RM? 1RM, ja. Ja. Leg uit in woorden wat een 1RM is. En waar staat het voor? Ja. Jullie hebben echt geen idee, hè? Matt, ga maar eerst. 1 rimmaatje. Een rimmaatje? Dat ben jij. Oké, ja, Milo? 1RM staat voor Bed of Maximum. Het gaat erom, je hebt een maximum, dat kan je herhalen, dan kan je dat toepassen. Je kan het maar één keer doen. 1RM is wat je één keer maximaal kan aantikken. 1RM, one rep max. Hier. Ja, dat is echt goed. Heel goed. Hier. Milo, heel goed. Kijk, maar ja, dat is heel simpel. Als je een gym life omarmt, moet je dit weten. De volgende vraag wordt een actieve vraag, namelijk... Doe een burpee. Burpee? Oh, dat weet ik. Ja. Milo, the floor is yours. Kijk, een burpee is heel simpel. Dan begin je zo. Zo. Ja, dat is het toch? Nog één keer. Kijk, dan doe je zo. Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Burpee is volgens mij, maar we doen ze niet vaak, dit. Boom, en dat doe je dan 10 keer of zo. Als je 10 keer kan, maar dat kan je niet. Jongens, ik wil even zeggen, wat Milo deed was een soort jumping jack. Die deed zo van, en ging weer staan. En laag, hè? Laag komen. Je moet inderdaad een soort de opdrukbeweging maken en dan omhoog en dan zo springen. Dan jumping jack. En dan een jumping jack, dat is een burpee. Dus allebei geen punt. Oei. Ja, sorry, ben er eerlijk in. De volgende vraag is misschien gevoelig, dus ik snap als je even een momentje nodig hebt. Hoeveel procent van 18 plus in Nederland heeft overgewicht? Ja, ik vind het gevoelig, dit is gevoelig omdat het mij gewoon aan het hart gaat. Ja, een percentage. Zou Milo officieel overgewicht hebben? Ja, 100%. Nee joh. Ja joh. 100%. Wat is dat voor een rare opmerking voor jou? Oké, hoeveel procent had jij Milo met overgewicht in Nederland? 36. 26. Oei. Ik hoop gewoon dat het maar 36. 51% van de Nederlanders boven de 18 heeft overgewicht. Hier. Waarvan 14%
obesitas. Komt erop neer dat ik dus bij de slangste 49% van Nederland zit. Ja, dat is wel ongelooflijk. Heerlijk hoor. Hier onder ons gebouw zit een gym, namelijk de Sport City. Tot hoe laat is de gym open op zondag, hier beneden? Zondag. Ik ben niet zo van het later gym, meer van het vroeger. Oké, hoe laat gaat hij dan open? Dat mag het ook. Moet je het allebei invullen dan nu? Ja, doe maar open en dicht. De openingstijden van zondag. Ja, en dicht. Ik gebruik deze gym niet zo vaak. In het weekend doe ik cardio, zoals al gezegd. Van 8 tot 6. Ik denk dat hij heel dicht is. Nee, ook op zondag in zo'n moderne stad als Utrecht is hij gewoon ruim open. Van 6 tot 10. Van 6? Van 8? Ja, dan komt het. Tot 4. Oh! Ja! 4, wat ja. Een hele korte dag is dit. Jongens, een scoopie is voor jullie een bekend woord. Ja, en het kan ook. Ja. Wat is een scoopie? Scoopie. Ja, wat is dat dan? Dit vind ik dus niks zelf. Nee? Ja, maar jij hebt het ook, hè, Matt? Ik doe het op natuurlijke kracht. Ik weet dat het bij jou niet in je schema zit. Maar dat helpt je ook niet, dat wil je ook niet. Ja, het zal vast wel helpen, maar ik vind het gewoon een soort, ik vind het gewoon nep. Ja, oké. Ja. Net als zwemmen met een zwembroek. Dat is ook nep. En Matt, wat heb jij? Het is een schepje poeder met pre-workout om te pieken in je gymsessie. Ja. Ik heb dit erop beknopt. Dit is gewoon een klein bakje pre-workout. Een bakje? Ik voel het geen lepeltje. Het is meer een bakje dan een lepeltje, vind ik. Dit kunnen gaan absoluut naar Matt. Wat is dat voor onzin? Een schepje poeder met pre-workout. Schepje? Poeder met pre-workout. Wat is dat nou? Dit is meer een bakje. Het is echt zo'n vierkant. Het is altijd zo'n vierkant dingetje. Nee, dit is nog een lepel. Punt voor Milo. Zoo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 o
eiwitpoeder. Dat is niet eens heel veel, dat zijn niet de hele grote, hè? Zonder, nee. Je hebt ook 2,5 kilo. De opties waren 500 of 300 gram, kilo, 2,5 kilo. Maar laat even duidelijk zijn, als we nu in de mand vallen qua bedrag, dat de mensen thuis niet denken dat we niet echt gymmen. Maar wij gebruiken het gewoon niet. We gebruiken ook geen eiwitpoeder. Natuurlijk een supplement. Ik ben niet zo in deze markt. Maar ik gok hem op, 45 euro. Nee. Nee, dan ben je nou. Het antwoord is 36,95. Nou, oh, mooi. Nou, prima. We hebben helemaal niet. Ja, we hebben kostenrekening mee. Ik neem ook de productiekosten nog mee. Hoe zitten jullie in de wereld van bodybuilding? Ja, minder. Maar doe het niet minder. Voor dat iedereen ons moet zien, weet je wel. Het hoeft niet visueel te zijn voor ons. Het is meer, je moet intern moet het goed zitten. Ja. Wat is de bekendste bodybuilder ooit? Tenminste, de meest geadoreerde bodybuilder. Hoe heet hij? Thierry Baudet heeft dus laatst een video gemaakt dat hij in de gym zat. En deze bodybuilder is al overleden. Oh! Nee. Wacht even, ik heb er één die nog niet dood is. Ja, ik ook. Welke had jij? Had jij ook de Rock? Arnold Schwarzenegger. Oh. Maar dat zijn meer acteurs. Maar echte bodybuilders. Ze zijn van bodybuilder, acteurs. De meest geadoreerde. Ja. Het gaat om dus de bodybuilder die Thierry Baudet in zijn... Hij had een TikTok dat hij aan het sporten was. En dan had hij de naam en dan... Dus hashtag de naam en dan Legacy erachter. Legacy? Ja, dus... Thierry Baudet adoreert hem. Ja, ik weet dus. Ik ken wel iemand, die is toch heel jong overleden? Ja, op 21 jaar geleden. Dus. Nee, dat weet ik wel wie het is. Maar ik weet niet even hoe die heet. Nee, maar ik weet dus oprecht, serieus. Ik weet al dat hij overleed. Dat was een zwarte dag voor mij. Maar ik weet niet, even van Steezy of zo, iets in die richting. Maar... Steezy. Zit in de goede richting. Wat? Ik weet dus dat dit het is. Ja. Mace Dix. Hij heette? Ja. Steezy. Dat was hem, ja. Steezy. Hij had toch zelfmoord gepleegd? Zoals ik zei, hij is dus overleden. Oh jee. Volgende vraag. Wat is zijn doodsoorzaak? Doodsoorzaak? Ja. Ik dacht dat hij zelfmoord gepleegd had door een overdosis. Die is foto afgevallen. Hij kreeg een hartaanval op vakantie in de sauna. Oh. Maar hij zat toch zwaar aan de anabolen? Ja, dat zou wel iets mee te maken hebben. Ja. Ik vind als je geen netty bent, dan ben je toch eigenlijk geen legend in de bodybuilding scene. Sowieso. Volgende vraag. Noem één pull en één push oefening. Pull en een push oefening. Oké, okay, Matt, laat maar zien. Ik heb de push op en de pull op. Ja, klopt. Ik heb als push heb ik een bankdruk en als pull heb ik door het gat duiken. Een pool oefening. Moet je door het gat doen. Dit komt zo. En die pool, man. Oké, okay, jij bent van een hele makkelijke oplossing gegaan. Maar het klopt. Jij krijgt een punt. Helemaal. Ja. De push de bankdruk echt heel goed. Ja. De pool door het gat duiken. Klopt toch ook? Ja, klopt ook. Ja. Puntje. Ja, dankjewel. Heel goed. Rekenvraag. Rekenvraag? Ja. Leuk. Je bank drukt 120 kilo. Ja. Nee. Hoeveel kilo aan gewicht zit er aan allebei de kanten? 120 kilo. Ja. Eigenlijk hoeveel zit er aan één kant? Ja. Oké, doe jij maar eerst. Ben je echt wel eens in de gym geweest? Ik ben in de gym geweest. Oké. Okay. Nee, oké. Okay, ja. Laat maar even zien. De mensen thuis geloven niet bij. Laat maar even zien wat jij hebt. Aan allebei de kanten zit, is mij verteld, al een standaard aantal van 20 kilo. Dus dat betekent dat je met nog gewichten van 40 kilo aan beide kanten, kom je in totaal 120 uit. Ik heb 50 als je stang 20 is dan, maar volgens mij is hij dat. Want bij ons is onze stang 20. Dat zeg ik altijd. Maar jouw stang is 40 kilo. Ja. Dat is best een zware stang. Ik dacht dus... Heb je de bal ook meegerekend? Ja, jongen, vertel me gewoon goed. Hij heeft het weer goed zeker. Jij hebt het gewoon heel goed, man. Ik ben wel echt van bankdrukken. Ik vind het echt een toffe oefening.
Oké, de volgende vraag is een aanwijsvraag. Waar zitten je LEDs? Daar zitten ze. LEDs on tour. De L-A-T-S. Living apart together. Doe jij je ogen even dicht, Milo, dan mag Mats eerst aanwijzen. Hier? Oké, okay. Oké. Okay. Milo, pak Peppa Pig, waar zitten je LEDs? LEDs? Je hebt ze niet, hè? Ja, maar hij heeft wel iets aangewezen en hij staat zeer in de buurt, moet ik zeggen. Je LEDs? Ja. Zitten in je onderrug. Het is een klein stukje onderrug. Ik zal de vertaling van my legs are tight in Nederlands. Ja, onderrug. Mijn rugspieren zijn stijf. Ah, man. Het is een beetje de zijkant van je rug, maar ik vind onderrug. Het is onderrug, maar dan die hele kom. Ja, de hele kom. Ja. Milo, een puntje voor jou. Ja, kijk eens, dan hebben we alweer de vijfde te pakken, dus dan gaat er gewoon een schuine streepje doorheen. Volgende vraag. Wat zijn de drie bekendste compound oefeningen? Compound? De drie bekendste compound oefeningen. Wat is compound? Is dat zonder machine? Compound is als je dat allemaal doet, dan gebruik je eigenlijk alle spiergroepen, volgens mij. Voor mij is dat een beetje. Oh ja, dat weet ik wel. Oké, Matt, laat me zien. Squat, deadlift en bankdruk. Oké, squat met een D. Ik weet niet veel. Squat en team. Squat! En team attack. Dit zijn wel goede trouwens, maar voor mij heb je dan nog net niet alles. Ik had de burpee, de swirl en de butt snap. Wat is een burpee? zeg maar, als je een paar vogels op een tak ziet, daar komt het vandaan. Dat zijn birdies. Ja. Vogels op een tak. Ja? Die zitten altijd een beetje met de knieën gebogen. Dus je gaat voorover zitten. Ja? En dan in één keer zet je je vleugels uit. Alsof je vleugels... Dat was een burpee. Ja, nu ga ik niet verder. En de butt swing? Butt snap. Butt snap? Zeg maar, dan moet je wel met z'n tweeën zijn. Je moet een gymmaatje hebben. Even erover liggen en het is gewoon heel simpel. Gewoon een lekker tikje. Matt, jij hebt het helemaal goed. Butt squat, bankdruk en deadlift. Is echt goed. De laatste vraag, wat is shredden? Shredden? Wat roeien, heel boos dat je hierover hebt. Was het ook alweer? Shredden. Ja, ik heb het lang geleden wel gedaan hoor, maar inmiddels ben ik mee aan het bulken. Tevreden met je antwoord? Ik weet dat het goed is. Ja, okay. Dus het is niet zoveel met tevreden zijn te maken. Nee. Okay. Het is kutten op je carbs. Kutten op je carbs. Vette verliezen. Kutten op je carbs, vette verliezen. Shredden. Shredden is, je trekt het elkaar, je shred iets echt. Dat is dus het scheuren van een spier voor heropbouw. Dat is echt wat onzin. Je scheurt je spier, je beschadigt de spier. En die heropbouw zorgt dat het groter wordt. Laat ik het anders stellen voor een laatste kans, want ik kan hier nog niet eens kiezen. Als je shredded bent, wat ben je dan? Shredded? Ja, shredded. Ja, dan ben je gewoon heel erg beast en afgetraind. Ben je afgetraind. Ben je ook heel droog in je vochtpercentage. Heel laag vetpercentage. En wat denk jij? Nou, in deze hoek, maar ik denk dat het erbij nog belangrijk is dat je ook van tevoren je spier beschadigt. Dus dat scheuren het betekent dat je een droog lichaam hebt. Je hebt niet te veel vet, een normale hoeveelheid, maar ook gewoon spiermassa. Een normale hoeveelheid? Volgens mij zei je dat niet. Volgens mij zei je dus een extreem laag vetpercentage. Ja, maar je hebt wel een droog lichaam, dan moet je wel een laag vetpercentage. Ho, jij zei extreem laag. Hier staat normaal. Hij heeft wel het woord droog gebruikt. Droog is waar het om gaat. En jij zegt spieren scheuren. Ja, dat zei je. Want lees eens verder dan. Hoe je dat bereikt, probeer het Schuur in zijn boek duidelijk te maken. Ja, hoe dan? Hoe bereik je dat dan? Veel mensen pakken het verkeerd aan. Ze doen het veel te extreem, dat hou je niet vol. Het moet een leefstijl zijn waarbij je niet gek yo. Dat is het grote probleem ook vaak, omdat je een extreem dieet niet volhoudt. Hier, precies. Zijn we dat toch? En wil je het punt gaan naar... Matten. Boef! Ja! Maar ik dacht dat jij wel wist wat shredden was. Ja, weet ik wel, maar ik wil de mensen thuis ook iets anders meegeven. Want ik had verwacht dat hier een vraag over zou komen, maar ik wil benadrukken hoe belangrijk het scheuren van je spieren is voor heropbouw. En op mensen geen vragen voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond het leuk, jongens. Dankjewel dat je er waren. Graag gedaan. Vind je het ook zo lekker dat je midden in de sportschool hebt in zo'n automaat met zo'n lekker drankje? Ja, heerlijk. Lekker, hè? Bedankt voor het kijken, doei!